We zijn vandaag bij de algemene tentoonstelling van het Quiltenschilde in Deventer, in de Lebuïneskerk. En daar treffen we twee dames die het artquilten aan het promoten zijn. Lisbeth Wessels en Suze Termaat. Goedemiddag Lisbeth. Ja, Nienke. Wat zijn jullie hier aan het doen? Wij willen graag duidelijk maken dat het Quiltenschilde een aparte afdeling voor het artquilten in beeld wil brengen. Artquilten is wat minder bekend en staat wat minder in de picture. En het Quiltenschilde wil dat de komende jaren ook haar aandacht geven. En wat verstaan jullie onder een artquilt? Dat is een hele interessante vraag. We hebben geen strakke definities. Als mensen denken dat zij met artquilten bezig zijn, dan zijn ze welkom. Wat leuk. En is er veel belangstelling? Nou, onze eerste oproep heeft nu al zo'n 180 mensen opgeleverd en iedere dag komen er nog mensen bij. En daarom zitten we ook hier en vandaag is Suze hier, want Suze laat zien hoe leuk en hoe plezierig artquilten kan zijn. Wat leuk. Suze. Dag Nienke. Wat heb jij allemaal meegenomen? Nou, ik heb vooral collagemateriaal meegenomen, want hoe simpel kan het zijn om even een collage te maken? Het gaat er ook om dat je dus in korte tijd, zonder, denk jij, bijna te denken, even snel iets kan maken. Nou begint dat bij één papiertje. Toevallig is dit dan een notenpapiertje. Erg leuk, ik hou van muziek, wie niet? En soms kan het ook heel leuk zijn om dan, andersom, verder te gaan. Dus nu heb ik twee papiertjes erop. En wat ga ik dan doen? Ongemerkt ga je dan toch je creatieve brein stimuleren. En hoe leuk is dat? Want dat willen we als artquilten. Wij hebben geen vaststaande patronen om mee te werken. Dus we moeten onze eigen ideeën ontwikkelen. En ik doe dat op de manier die ik geleerd heb van Jette Klover. Maak elke dag even een collage. Nou gaat mij dat niet lukken elke dag. Dat is een beetje veel. Maar zo nu en dan, twee keer in de week toch echt wel. Nu zet ik even een streep. Oh jee, ik heb een streep gezet. En dan? Wat? Oh, nog maar één. Oh jee. Zonder bij na te denken heb ik toch alweer wat gedaan. In, wat is het? Nou, 1 minuut, 2 minuten. Nu wil ik daar nog even wat overheen doen. Zou ik dat eigenlijk wel doen? Ach, misschien ook niet. Of een doorzichtig papiertje. Ook dat kan heel erg leuk zijn. Oh, rood. Ja, rood is wel een signaalkleur. Kijk, daar gaat mijn brein al van werken. En toch heeft het wel iets extra's. En zo heb ik een heel werkboek volgemaakt met één thema, wat alleen al over grenzen gaat, met collage, met alles wat ik op dat moment maar bedenk of tegenkom, gemaakt heb, wat mijn inspiratie is. Uit dit boek heb ik nu al 4 quilts kunnen maken. Nou, hoe heerlijk is dat? Geweldig. Nou Lisbeth, hartstikke leuk. Wat zijn jullie plannen om met deze artquiltbeweging te gaan doen? Na deze bijeenkomst of na deze tentoonstelling gaat er volgende week een uitnodigingsbrief de deur uit. En de mensen die willen, die kunnen op 20 oktober in Nijkerk terecht. Voor een eerste bijeenkomst, daar gaan we onze plannen bespreken. En die eerste bijeenkomst gaan we ook een beetje grenzen verkennen. Leuk. We krijgen een gastdocent en we willen 's middags een aantal workshops gaan organiseren, maar dat houden we nog even geheim. Geweldig. Zeg, en waar kunnen mensen meer informatie vinden? Op de website van het Quiltenschilde en dan kom je op de homepagina, daar is een groene knop artquilten en als je daarop klikt, zie je de rest. Website Quiltenschilde, groene knop artquilten. We zullen de link onder de video plaatsen. Dankjewel. Dank jullie wel en heel veel succes. Dankjewel, Nienke.